Building up their booth in the weekend before the opening is always a heavy job for most of the dealers. Ja, u bent een routinier, dus dat inrichten van de stand, is dat een makkelijk klusje dan? Als generalist, dus wij zijn niet, ja, wij hebben specialisme. Maar het betekent dat, hoewel je zorgvuldig plant, er altijd dingen veranderen onder het werk. Het is aan de ene kant doodvermoeiend, aan de andere kant geeft het ontzettend veel inspiratie. Maar ik kan u zeggen, ik doe dit nu 37 jaar, dat er nog nooit één stand is ingericht volgens het boekje. Er zijn altijd kleine wijzigingen en daar moet je ook open voor staan. Want ja, nee, daar wordt het beter van. We beginnen altijd al op zaterdag, dus dan komt onze transporteur met alle transportkisten met schilderij erin. En dan pakken we alles uit en dan beginnen we zondag met hangen. En dat gaat de ene keer wat makkelijker dan de andere keer. Het is, dit jaar gaat het erg vlot, maar soms loop je ook een beetje vast. En dan is het fijn dus dat je een paar dagen hebt om, om eventjes te bekijken hoe je het echt wil. Want morgen kan ook nog gewerkt worden. Ja, morgen zijn we er ook de hele dag, maar dan gaan we kleine dingen doen. Kaartjes hangen, lampjes, de boel netjes maken. Dan komt er ook de vloerkleden in de gangpaden. Dus dan wordt het echt een beurs. We kunnen niet wachten tot het eerste uur, dus wij zijn er al op zaterdag in. Want je wil als de eerste stukken binnenkomen, wil je meteen daarin je punt maken. En als er nog iets veranderd moet worden, want in het echt is het totaal anders dan dat je plant, dan kun je dat meteen nog herstellen. Ja, en is het ook nog spannend of alles heel is gebleven na het vervoer of valt dat wel mee? Het meeste, zeker aan de meeste fragiele dingen, pak ik zelf. En ik moet zeggen, dat gaat altijd goed. Alleen je bent met meubelen en grote stukken van anderen afhankelijk. Dat gaat ook altijd goed. Maar er kan een enkele keer een vervelend incident plaatsvinden. En daar ben je dan voor verzekerd. Maar we proberen om het tot het absolute minimum te beperken en alle risico's uit te sluiten. Maar we zijn allemaal feilbare mensen. We hangen 50, 60 schilderijen, denk ik wel. Maar tegen de 80, 90 neem ik er wel mee. Dus ik heb altijd wat reservevoorraad. Voor als we iets verkopen, dan kunnen we iets anders op die plek hangen. En u staat hier al 37 jaar. Geeft het ook een gevoel van thuiskomen? Uiteindelijk is een groot deel van de beurs bijna familie. Ik bedoel, het is heel gezellig. Aan de andere kant ben je ook concurrenten. Dus, en natuurlijk goed, want het houdt je scherp.